helpt al vies je. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Vandaag ga ik iets doen wat totaal buiten mijn comfortzone ligt. Ik ga namelijk een accessoire maken, wat hartstikke leuk is om op cadeautjes te plakken. En het is ontzettend makkelijk, namelijk. Ik ga je vertellen hoe je zo'n ontzettend leuk strikje kan maken. We weten natuurlijk dat de kerstdagen er weer aankomt en we zijn allemaal op zoek naar originele manieren om cadeaus te verpakken. En dit is een van de beste die ik de laatste tijd ben tegengekomen. En dat ga ik vandaag voor jullie maken. Kijk maar eens mee. Wat heb je hier precies voor nodig? Om te beginnen hebben we een vork nodig en twee stukjes lint. Zorg ervoor dat de stukjes lint twee verschillende kleuren hebben en dat je een juiste lengte pakt. Anders ga je niet uitkomen namelijk. Je houdt het lintje vast en legt hem achter het vorkje neer. Wat je nu gaat doen, is je gaat hem kruis links langs het uiteinde van de vork heen halen op deze manier. En dat ga je eigenlijk via de andere kant ook doen. Dus op het moment dat je van links naar rechts gaat en het lintje komt aan de andere kant, aan de bovenkant uit, dan sla je hem eromheen en ga je gewoon aan de achterkant door. Op deze manier. Dat doe je twee keer. Dat is natuurlijk afhankelijk van de dikte van het lintje. Ik heb nu een vrij dik lintje, dus bij mij lukt het maar twee keer. Maar je kan het bijvoorbeeld ook vier keer of zes keer doen en dan wordt je strikje alsmaar mooier. Als je dat hebt gedaan, dan ziet het er zo uit. Je pakt het andere stukje lint. Ik heb in dit geval een wit stukje genomen. En die ga je er aan de achterkant, ga je hem door het middelste stukje van de vork heen halen. Vergeet trouwens niet om een vorkje te pakken met vier stelen, anders werkt het niet. Op deze manier. En vervolgens pak je het witte lintje en haal je hem aan de achterkant door het midden weer doorheen. Op deze manier. En nu is de bedoeling dat je het lintje met elkaar gaat verbinden. Op deze manier. Zoals je een schoen vaststrikt. En je gaat het geheel gewoon naar elkaar toe trekken. Op deze manier. Als je nu omdraait, zie je de vorm al zitten. Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is de uiteinden mooi afknippen. En kijk eens, een ultieme accessoire op een cadeautje. Ik heb dit nog nooit in mijn leven gedaan, maar de kerstdagen komen er weer aan. En ik kan me voorstellen dat mensen op zoek zijn naar originele ideeën om hun cadeaus te versieren, et cetera, et cetera. Dus bereid je er maar vast op voor, er komen nog veel meer van dit soort dingen aan. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet je niet te abonneren. Geef even een duimpje omhoog. En nog het belangrijkste, als jij nou vragen hebt die wij moeten behandelen, stel ze even. Wij lezen namelijk iedere dag alles na. En wie weet, zit jouw vraag de volgende keer wel in een nieuwe video. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig.